Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Растват Ерхен тацав лекват ми вошовут Урей растват Ебаре санке мер марец анхагорт Урей растват Ебаверуме инчкнав ми ергир Urei rastvat, jebkhen tatsats tsavits, aghersume ink amen, amen, amen. The flashback on the way. Ja, lieve luisteraar, het is een ander begin, het is een andere tune dan dat je normaal gesproken op zaterdag van me gewend bent. En zoals je weet, de zaterdag gaat altijd over Think and Grow Rich, de zaterdag gaat altijd over succes, verlangen, geloof, overtuiging en over wat wij hier op de wereld te doen hebben. En deze podcast wordt wel een van de meest persoonlijke podcasts die ik ooit heb. Nou, zeker tot nu toe. Dit is de 131ste volgens mij podcast die ik opneem. En dit is heel apart. Want vanochtend is hier Roland geweest. Just that you know, het is nu vrijdagmiddag half vijf dat ik dit opneem. Roland is hier geweest. Fantastische joybringer. Het was prachtig om hem te zien en te merken. De vibe is nog heel hard te voelen. En voor het eerst in mijn podcastcarrière, in mijn online carrière, ga ik iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Namelijk online een statement maken. Is het niet, is een boodschap, is het ook niet, is mijn gevoel uitspreken, is mijn beleving mee te geven wat zo'n dag als zaterdag, zo'n dag als 24 april met mij doet. En wat het al jaren heeft gedaan en waar ik tot nu toe nooit echt online in mijn carrière stil bij heb gestaan. Ik heb er nooit iets naar buiten getreden dan mee of wat dan ook gedaan daarmee. Omdat ik geloof in het scheiden van business en politiek. Ik geloof in het scheiden van business en overtuigingen. En ik geloof in het professioneel overkomen slash daarin wil ik niet al te veel statements maken, al te veel, te vaak en te veel allerlei boodschappen uitzenden. Want ik weet altijd, het gaat altijd terugschieten. Alleen ja, dit jaar, weet je, het wordt tijd. Het wordt tijd dat ik je deelgenoot ga maken over dit stuk van mij. Dit is 24 april en al jaren, al 41 jaar sinds ik weet dat ik loop, sinds ik weet dat ik ben wie ik ben, is 24 april altijd een hele zware dag. Is een emotionele dag. Is een dag wat normaal gesproken niet thuis wordt gezeten. Het is een dag dat alle Armeniërs over de hele wereld naar buiten toe gaan demonstreren. Alle Armeniërs gaan eigenlijk een beklaag doen van het niet erkennen en het ontkennen van een event, van een genocide wat in 1915 heeft plaatsgevonden. En het is niet dat het in 1915 heeft plaatsgevonden. De meeste van de genocide heeft toen plaatsgevonden. Het begon al in 1890 door de Ottomaanse Rijk. Die heeft stelselmatig meer dan 20 jaar Armeniërs in Turkije hebben ze uitgeroeid, hebben ze etnisch vermoord, hebben ze etnisch naar de Sahara van Syrië gesleurd. Eigenlijk, je kan hem bijna, nou niet bijna, want Hitler noemde dat de eerste Holocaust. In een van zijn toespraken heeft hij zelfs in 1939 gezegd, wie heeft het nog over de Armeense genocide? Wie heeft het over de Holocaust van Armeniërs door de Turken nog als ter verdediging van
van hetgene wat hij met Joden aan het doen was. Dus eigenlijk heeft Hitler dit hele enge, verschrikkelijke, systematische uitroeien van een volk, in dit geval Armeniërs. Er zijn 1,5 miljoen Armeniërs uitgeroeid, maar ook Yezidis, 150.000, 250.000 Grieken. En iets van 300.000 Assyrische minderheden in Turkije zijn stelselmatig tussen 1890 en 1915 zijn ze uitgeroeid. En dat is vandaag de dag, 24 april. 24 april staat voor erkenning vragen. 24 april staat voor het samenhorigheid zijn van alle Armeniërs over de hele wereld. Het samenkomen, het samen bidden, het samen demonstreren. Ik heb het jarenlang, sinds ik mezelf ken, toen ik naar school ging, zijn we iedere 24 april, hadden we vrij van school, zijn we gaan demonstreren met alle Armeniërs op de straat van Teheran in Iran. Was net die ene dag alle Armeniërs bij elkaar waren. Dat we met z'n allen naar buiten gingen, dat we met z'n allen gingen demonstreren en met z'n allen eigenlijk erkenning vroegen aan Turkije. En weet je, het trieste daarvan is, het is zo verdrietig, het is zo pijnlijk. En vooral het niet erkennen, het niet toegeven van zo'n stelselmatig iets. Ik herinner me nog, ik kwam naar Nederland op mijn 15e. En volgens mij was ik 17 jaar. Ik zat net in mijn eerste middelbare school op het Alkwin College. En eerste werkstuk wat ik ooit gedaan heb. Ik heb nachtenlang gewerkt, nog in de tijd van de computers waren er net. De Windows 95 was er net. Ik heb urenlang, nachtenlang heb ik een werkstuk gemaakt over genocide van Armeniërs. Want dat wist ik niet. Ik wist niet hoe het vanuit Europese samenleving naar gekeken werd. Ik wist alleen maar vanuit mijn Armeense perspectief. Vanuit wat ik geleerd had in Iran. Op Armeense school, op Armeense club. En daar ontdekte ik nog veel meer. Ik dacht echt dat het op de dag van 24 april 1915 was gebeurd. Maar ik ontdekte hier in Nederland, wat een mediatheek, voor het eerst internet. Dus ik ben gaan uitzoeken, vooral Engelse sites die daar net opkwamen. Wat voor gruwelijkheden daar zijn gebeurd. Vrouwen die zijn bezwangerd, als slaaf gebruik gemaakt in Turkije. Er zijn duizenden mensen, duizenden mannen in het begin zijn ze onthoofd. Zijn er met hun hoofd is er overal doorheen gaan, door de dorpen, door de steden, om als vergelding te laten zien. Hoogstaande generaals, hoogstaande politici, hoogstaande, zeg maar, hoogwaardigheidskleders die Armeens waren in de Turkse regering of in het Turkse parlement, zijn allemaal stelselmatig van hun functie ontheft. En die zijn allemaal vervolgd, die zijn allemaal vermoord. Er zijn duizenden, tienduizenden vrouwen die slaaf zijn geweest. Er zijn honderdduizenden mensen die op het punt stonden. Ze hadden maar één keus, of je gaat je bekeren tot islam, of we gaan je vermoorden. Er zijn vrouwen, meisjes verkracht meerdere malen. De gruwelijkheden zijn enorm. En je kent me in de podcast. Ik wil graag de joy bringer zijn. Bij mij is het altijd, ik los dingen heel graag intern op. En dingen die intern gebeuren, daar ventileer ik intern. Maar het werd tijd, waarom ik dit nu zeg tegen je, is, ik heb mezelf beloofd, aanstaande 1000 dagen toen ik deze podcast begon, een van de dingen die ik belangrijk vond, en steeds meer ontdek waarom ik het belangrijk vind, is dat je mij leert kennen. Is dat je mijn geluid vertrouwt, is dat je mijn belevingswereld herkent en wellicht een stukje mee gaat doen met mijn herkenningswereld. Niet om absoluut niet een oordeel te vellen, absoluut niet om iemand in een kwaad licht te zetten, want iedereen, maakt niet uit wat, er zijn heel weinig survivors, er zijn heel weinig overlevenden, er zijn duizenden, miljoenen mensen die de getuigenis hebben afgelegd. Dus het feit is er gewoon, het valt niet te ontkennen. Dit is niet een aanklacht tegen welke Turken dan ook, welke whatever dan. Maar dit is aanklacht tegen mensheid. Hoe kunnen we als mensen zulke dingen niet ontkennen? Hoe kunnen we als mens in staat zijn om andere volkeren op die manier, op die wijze te behandelen? Waar is onze menselijkheid gebleven? Waar is gerechtigheid gebleven? Waar is universum en God gebleven in dat soort situaties? En je hoorde het net in het liedje wat ik net afdraaide voor je. Het is een liedje van mijn rolmodel Andy. Die heeft over, waar was je God? Waar was je God toen het vonnis getrokken werd? Waar was je God toen vrouwen vermoord werden? Waar was je God toen dochters vermoord werden, verkracht werden onder het mom van een godsdienst? Waar was je God toen broers en zussen uit elkaar gescheiden werden en dat gruwelijkheden plaatsvinden? Waar was je God? Wat kunnen we met dit aanblik doen? En dat is misschien een klaagzang, dat is misschien een verdrietige noot op je zaterdag. Ik begrijp het heel goed dat je had verwacht dat ik over Think and Grow Rich zou hebben. Dat ik het heb over successen. En wellicht mijn inzichten zou delen hoe het gisteren was met mijn interview, mijn dag eigenlijk, onze dag met
Roland, dat was fantastisch. Daar ga ik het morgen natuurlijk over hebben met je. En het mooie was, Roland wist dit. Het was zo grappig toen ik een beweging maakte richting morgen. Ik zei, ja, we gaan iets herkennen. Herdenk, toen zei hij, ja, 24 april. Hij wist het. Een heleboel mensen weten het, weet je. In welke wereld leven we, weet je nog? Die beroemde woorden, ish, habba, hè? Niet gewust. Nou, weet je, waar zijn we met z'n allen? Gaan we nog steeds ontkennen wat wij weten? Of gaan we een keertje toegeven? Gaan we een keertje menselijkheid tot ons laten doordringen? I don't know. Weet je, dat zijn allemaal vragen die ik me jarenlang niet heb gesteld. Ik heb, sinds ik in Nederland ben, ik denk dat ik in de afgelopen 26 jaar maar één keer naar een 24 april demonstratie ben gegaan. Helemaal in het begin toen we in Nederland waren. En daarna lukt het me gewoon niet. Ik zeg het je eerlijk, daarna lukt het me gewoon niet. Ik wilde misschien de-identificeren. Nou, niet echt, want ik heb altijd meegeleefd. Die dag is bij mij altijd heel zwaar. Die dag is emotioneel ontzettend zwaar. Alleen, ik kon het niet meer. Er komt een tijd dat het gebeurt op die manier. En kennelijk is vandaag de dag dat ik het omarm, het verdriet, het gemis, het samen zijn met mijn volk, mijn Armeense volk. De meeste mensen denken dat ik Iraans ben, denken mensen omdat ik geboren ben in Iran, dat ik me veel meer Iranier voel, omdat ik ook de cultuur ken, ik spreek de taal natuurlijk, ik zing heel veel liedjes, dat is echt absoluut. Maar in mijn hart ben ik een Armeniër, in mijn hart ben ik nog steeds dat Armeense jongetje. Wat iedere dag naar school ging, Armeens jongetje, wat iedere dag de Koran moest gaan leren uit zijn hoofd. Er moest een andere taal leren, andere geloofbelijdenis doen. En nog steeds leeft hij in mij voort. En dat, weet je, ik heb het bijna nooit over. Ik heb het nooit erover. Hoe het voor mij is als Armeniër zijnde in Nederland of in Europa, hoe het ook is. En ik denk wellicht dat dit vandaag een start zal zijn. I don't know, don't. Weet je, gaan we er niet aan vastbinden dat ik de hele week over mijn Armeense identiteit ga hebben. Maar ik vond het wel belangrijk. Vanochtend eigenlijk toen ik opstond, eigenlijk de hele week weet ik dat de 24 april komt. En thank God, het is een weekend. Dan hoef ik niet live geconfronteerd te worden daarmee. Dat vind ik heel prettig. Was ik van plan om deze podcast voor je op te nemen? Was ik van plan om een stukje hier te gaan vertellen? En again, je kent mij. Ik bereid mijn interviews voor, maar mijn uitzendingen, als ik tips heb, dan heb ik een paar bullet points. Maar that's it. Ik bereid nauwelijks wat voor. En dit ook. Dit ook. Ik heb me niet voorbereid. Geen idee wat eruit kwam. En dit is wat eruit kwam. En ik wil graag vooral benadrukken dat wat in vrede, liefde overwint alles. In vrede ontstaat tolerantie. In tolerantie ontstaat ruimte. In tolerantie ontstaat vrijheid. In tolerantie ontstaat liefde. Deze boodschap is niet vanuit gekwetstheid, niet vanuit hurt mentality. Dit is juist van overvloed. I bless their soul. Dit is een eer, dit noemen ze een tribute, dit noemen ze een, in Nederlands wat een tribute heet, God mag weten, what's a tribute call, en zie hier, dat bedoel ik, dus als ik zeg dat dit is een, nou, dit is iets wat ik opdraag aan de Armeniërs, dit is een eerbetoon, dat is het, dit is een eerbetoon aan alle Armeniërs over de hele wereld, aan alle Armeniërs generaties lang, en alle slachtoffers, of er nou sprake is van 100.000, want dat is altijd Turkije, probeert altijd het naar beneden te halen, whatever. Of het nou 100.000 waren, of miljoenen waren. Of het nou Armeniërs waren, Grieken waren, Assyrische mensen of Yazidis waren, maakt niet uit, het waren mensen. Het waren dochters en zonen, het waren moeders en vaders, het waren opa's en oma's. I bless their soul. Laat hun ziel in vrede rusten. Laat hun ziel vrede rusten en niet continu op zoek zijn naar erkenning of welke berusting dan ook. Laat hen in vrede helen. Laat hen, dat we vandaag gaan herdenken, vooral te maken hebben met herdenken en eren. Veel minder schreeuw om erkenning, want die gaan we niet krijgen. Die ga je nergens krijgen. Erkenning ontstaat altijd van binnenuit. Erkenning ontstaat altijd van binnenuit, nooit van buitenaf. En ja, en dit is echt wat mijn blessing is voor alle Armeniërs over de hele wereld. Voor mijn lieve vrienden, lieve familie, iedereen. Ik ben een trotse Armeniër. En dit is het eerbetoon aan alle slachtoffers die gevallen zijn. Alle mensen die ze herdenken vandaag. Ik denk aan jullie. En ik wil je heel graag afsluiten met een prachtig mooi liedje. Wat eigenlijk een oud klasgenoot van mij, inmiddels is hij in L.A., een beroemde zanger, heeft opgenomen een aantal jaar geleden. Ik denk een jaar of
10 jaar geleden heeft hij opgenomen. Het is inderdaad niet Armeens. Maar juist daarom is het misschien handig dat je het gaat voelen wat hij te zeggen heeft. En ga het beluisteren. Zie dit als een eerbetoon aan mijn heritage, aan mijn voorouders. Hoeveel generaties dan het zijn geweest. Ik wens je een mooie zaterdag. Ik zal zo meteen naar het liedje komen afsluiten. Maar laten we samen naar het liedje luisteren. En dan kom ik terug. Zal ik de blessing of the day doen. En de afsluiting. Maar ga alvast met me meeluisteren naar het volgende liedje. Hij komt er als goed is aan. En ja, zo werkt het dan. Ik hoop dat je er nog bent. Als je er nog bent, dan weet je dat ik in je tranen zit. En ja, dit is een prachtig mooi liedje. Ik zal in de comments, of in de comments op iTunes,
zal ik de link zetten, zowel voor het eerste liedje wat je hoorde van Andy en die Manadian. Gaat over Ray Rastwats, betekent waar was je god. Een tweede liedje is van El Cid of Arabo. Gaat over de tribute, tribute to 20 April 24, zo heet het liedje ook. En nou ja, als je de beelden wil zien, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Dan kun je op die manier gaan kijken. En dankjewel dat je geluisterd hebt. Dit was een van de langste uitzendingen op zaterdag. Dit was normaal gesproken is zaterdag uitzending 15 minuten. En normaal gesproken zijn we al lang onderweg naar huis. Dus nou, dankjewel lieve Ray dat je aan het wachten bent op me. Ja, wat zal ik zeggen? Ik wil graag naar de blessing gaan. Laten we alle oorlogsslachtoffers, alle slachtoffers die zijn gevallen door oneerlijk handelen, door welk geweld dan ook, laten wij hen eren. Mogen daar heel veel licht naartoe gaan. En laten we kijken wat we kunnen doen om ons beste leven ooit te leiden. Want dat is natuurlijk mijn verantwoordelijkheid. Ik voel me ontzettend verantwoordelijk. Niet alleen niet schuldig, maar verantwoordelijk om juist de beste versie van mijzelf zijn. Want je weet nooit wat er gebeurt op de wereld. Dus ik wens je dat het, ondanks het verdriet wellicht, ondanks dat je de zwaarte voelt, dat het je inspireert. Ondanks dat het jou inspireert, net als dat mij inspireert. Mij inspireert tot grote daden. Dat wij geboren zijn om het verschil te maken. Geboren zijn om in liefde, vrede, geluk en saamhorigheid te gaan leven. Want van oorlog komt altijd oorlog. Van vrede komt altijd vrede. En daar geloof ik echt heilig in. So let's go! The blessing of the day! Nou, de kaart is helder. Van vandaag zegt: life is a journey, not a destination. Nou, zo zie je maar. Life is a journey, not a destination. Dus ik hoop je en ik wens je een prachtig mooie journey. Ik denk dat dit weekend hartstikke mooi weer is aan het worden. Geniet ervan. Je hoort mij morgen met een Free Will Zondag. Ga ik natuurlijk mijn inzichten delen. Ga ik een stukje Think and Grow Rich doen. En aanstaande maandag ben ik weer met Eva. Eva komt waarschijnlijk met haar nieuwe boek. Want het is gedrukt. Het zou gedrukt worden op maandag. Let's see. Zo niet gaat ze voorlezen. Zo niet hebben we een prachtig mooie uitzending met Eva. En volgende week hebben we weer een hele leuke line-up. Volgende week is ontzettend leuk. Want er komen twee geweldige experts naar de uitzending. En mensen die ik echt heel graag mag. Maar daarover meer morgen. Ik zal je nog heel even in een ongewisse laten. Dankjewel. Nogmaals, lieve luisteraar. Het viel me heel zwaar. Dit is de meest persoonlijke podcast die ik ooit heb opgenomen. Dank wel dat je tot zover naar me hebt geluisterd. Maak er een mooie zaterdag van. Morgen rond 1:00 of 3:00 komt de podcast. En graag, heel graag aanstaande maandag om 10:00 samen met Eva en Flammy. Dankjewel. Maak er een prachtige mooie zaterdag van. Bless your soul. Peace. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10:00 ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, mooie zaterdag iedereen. See you later!